Tijd voor dessert. Vandaag maak ik bolo de bolache, een van de meest gekende Portugese koekjestaarten. We beginnen met het maken van een pudding. Ik gebruik daarvoor melk. We doen dat in onze kookpan. We voegen daar eierdoors aan toe. En dan als laatste, typisch voor de bolo de bolache, is de gecondenseerde melk. We gaan dat nu zachtjes aan de kook brengen, zodat we een mooie binding krijgen voor de pudding. De pudding is dus klaar. Je hebt een mooie binding. En we gaan dat nu gewoon de nacht laten rusten tot het afgekoeld is. We gaan beginnen met een klein paar puntjes te zetten, zodat we onze koekjes vast kunnen zetten. We maken er een zes van 6 koekjes erop. Nu gaan we alle koekjes besprenkelen met een beetje ons mengsel van koffie en suiker. Gewoon om die koekjes een beetje zacht te maken. Het is ook niet de bedoeling dat die koekjes kletsnat zijn van de koffie. Ze moeten gewoon een beetje doordrongen zijn om zachter van structuur te worden en ook de smaak te hebben van de koffie. Dan kunnen we beginnen onze volgende laag. We gaan overal een klein beetje van onze pudding op doen. En die gaan we een beetje uitstrekken met een paletmes. Zo. De bedoeling is dat we mooie laagjes gaan vormen van koekjes en pudding. We zijn nu bezig aan onze tweede laag en we gaan zo verschillende lagen maken totdat we een zekere dikte krijgen. Ik zou zeggen ongeveer 7 lagen. We zijn nu aan onze laatste laag, de 7e, gekomen. We gaan nog afwerken met 1 biscuit. En dan de versiering van de smaakjes erbij. Voilà, onze Portugese koekjestaart is gereed. We moeten enkel nog een uurtje of 2 in de frigo zetten om een beetje op te stijven. En daarna kan onze familie ervan smullen.